Vandaag gaan we de klassieke Eat & Mess in een tropisch jasje steken en ik ga daarvoor werken met limoen, mango en passievrucht. En daarvoor gaan we beginnen met de meringue en ik ga beginnen met de oven voor te verwarmen op 90 graden. We gaan 70 gram eiwit nemen. Dat gaan we goed laten draaien. En dan gaan we nog stap voor stap onze suiker bij doen. Dat is 90 gram dat we erbij hebben gedaan. En dat gaan we nu goed laten kloppen totdat het een stevige meringue is. Voilà, dat ziet er perfect uit. Dus je ziet, dat is mooi in een punt. Zo zie je dat dat perfect is. Dan gaan we juist ervoor zorgen dat ons papier niet gaat vliegen. Door hier gewoon een klein beetje beslag onder te doen. En we hebben niet zo heel veel nodig voor onze meringue. En dan gaan we dat gewoon mooi uitsmeren. En afwerken met onze pistachenootjes. En ik heb hier al wat pistachenootjes, maar ik heb liever dat die nog iets fijner is. Dus ik ga daar heel even met de mixer door en dan kan ik dat er mooi over strooien. Zo. En dan mag die in onze oven van 90 graden. Dat gaat ongeveer een uur, twee uurtjes zijn. Zet die zeker niet hoger, want dan gaat je meringue zo'n gouden kleur krijgen. En je wilt echt dat die mooi wit blijft. Dus echt onder de 100 graden zeker blijven. Dan gaan we verder met onze mousse. En daarvoor wegen we eerst 100 gram af. En die gaan we even opkloppen. Onze room. Zo. Je moet zeker niet te ver, want we gaan daar zelfs hier onze mascarpone nog onder doen. En die is ook al vrij stijf, dus dat is ongeveer perfect. Dan gaan we de mascarpone even een klein beetje loskloppen. Dan gaan we daar wat poedersuiker bij doen. 20 gram. En dan gaan we daar nog een beetje sap en zesten van limoen bij doen. En dan nog een beetje sap om het wat op te frissen. Zo. En dat gaan we dan onder onze room spatelen. En dat is dan onze mousse voor onze Eat & Mess. Ik ga dat nu in een tropisch jasje steken. Je kunt dat ook perfect maken, gelijk de klassieke Eat & Mess met rood fruit. En hier ga ik mijn mousse in de spuitzak doen. En dan mag die heel even opstijven in de frigo. En dan kunnen we verder gaan met het volgende. Dan gaan we verder met onze coulis. En daarvoor gaan we twee passievruchten nemen. Passievrucht, mega lekker van smaak. Ga hier wel mooi zorgen voor zo'n contrast met uw zachte mousse. Dan gaan we dat iets zoeter maken met een beetje suikerwater. En suikerwater is ook iets heel tof. Dus dat is eigenlijk gewoon 50 gram suiker en 50 gram water. Maar je kunt daar alle smaken aan toevoegen. Dus je kunt daar eigenlijk perfect munt in doen, basilicum, tijm. Even laten staan dat dat echt mooi die smaak heeft. Dus je kunt daar heel ver mee gaan. Wij gaan het nu gewoon zo houden. Een beetje voor de smaak. Dan gaan we dan nog wat opfrissen met wat limoensap. En opnieuw een klein beetje van de rasp. Zo. Die is helemaal klaar. En dan gaan we enkel nog ons fruit snijden. En dan kunnen we beginnen aan de afwerking. Dus gewoon mooi uw mango snijden. We hebben daar niet heel veel van nodig. We gaan daar gewoon een paar stukjes van snijden. We
Dan gaan we die gewoon in kleine stukjes snijden. En dat is de afwerking van onze cert. Zo, dat is wat we nodig hebben. Dat ga ik nog apart in een potje doen. Dan gaan we daar ook weer een klein beetje suikerwater op doen. En terug een beetje van die zesta. En die geur van die zesta, dat is voor mij echt het einde. Dat vind ik zo goed. Zo, dat staat hier ook al klaar. Dan gaan we enkel nog de meringue pakken, een mooi glaasje en onze mousse. En dan zijn we klaar om te dresseren. Zo, dat is echt hoe het moet zijn. Oké, dan hebben we al onze elementen om af te werken. Dus ik ga beginnen met onze superfrisse mousse. We gaan wel met laagjes werken. Dat gaat mooier zijn in dat glaasje. Dus we gaan nog niet direct alles gewoon op de bodem neerkletsen, maar gewoon een beetje hoogte maken. Zo. Dan gaan we een klein beetje van onze saus bij onze mango doen. Zo, dan ga ik nog een klein beetje van deze superlekkere ananasconfituur bij mijn sausje doen. Dat geeft weer zo extra diepte. Dan hebben we hier van onze superlekkere meringue. Dat gaat echt zo wat zorgen voor dat krokante. Met onze pistachenootjes erop. Superlekker. Het is leuk aan dat dessert als je echt zo wat laagjes creëert, dat als je met je lepel erdoor gaat, dat je echt zo die krak hebt. Super lekker. Deze mag er nog op. Dan gaan we juist nog wat afwerken met wat groene blaadjes. Ik zie dat wel graag. Ik ga dat hier doen met basilicum, maar dat mag met eender wat. Zo. En dan gaan we die er zo wat mooi tussen leggen. Dan gaan we als allerlaatste nog een klein beetje saus. En dan zijn we helemaal klaar. Zo, hier hebben we onze klassieke etenmes in een super tropisch jasje. Ga zeker aan de slag en geniet er keihard van.